Hallo mensen, die ziet dit vanuit een ander oogpunt dit keer. Hoi, we gaan verder, maar aangezien dit niet zo heel veel interessant is, het hout erop is, gaan we nu gewoon vanuit een ander oogpunt verder. Waarom is hier hout? Heb ik geplaatst, maar het werkte niet. Ik kwam hier hoger plaatsen. Nu zijn er dus nog meer linealen weg. Ja, zie je, dat kon dus niet. Oh, dat is vervelend. Kijk, nu kan het wel. Tenminste, kunnen we hier staan. Dat is fijn. Ja, omdat we natuurlijk hier omhoog gingen. Maar goed, we hebben geen hout. Nee, dat ga ik pakken voor je. Wauw. Snel. Wow. Nou, laten we gewoon allebei naar beneden gaan en hout gaan zoeken. We hebben gewoon heel veel hout nodig. Oh, tuurlijk, omdat jij dat hout erboven hebt geplaatst. Hier gingen we eerst omhoog. Dat weet ik. Leuk. Laten we gewoon allebei naar beneden gaan en hout gaan... Hebben twee hout nu, twee planken. Hey, kom je naar beneden? Ja, hallo, ik sta achter je, hoor. Oh, sorry. Echt zo. Ja. Yeah. Huh? Oh, nee. Dat is gek. Ik gooi hem er al. Ik ben beneden. Ik ga beneden vast. Je kunt in het filmpje wel zien waarom. Hé, hey, luister. Hoi. Nee, ik sta hieronder. Het is trouwens wel nacht, dus laten we zoveel mogelijk snel doen. Geen tijd verspillen. Oh, dat is weinig. Ik ga zo meteen weer verder naar het huis. Ja. Oh, kak. Wat? Ik viel bijna heel hard, maar dat viel wel mee. Ha, snap je? Ik viel hard, maar het viel wel mee. Slechte grap. Slechte grap. Dat is een hele slechte grap. Heel slecht is hij, echt heel slecht inderdaad. Hé, hey, hier is een schaap. Ja, die zie ik ook. De zon komt op. We hebben één wol. Fuck yeah. Dat zie ik stond ernaast. Ik loop de hele tijd achter je. Oh, oké. Okay. Hey, een doel. Hey, een roos. Twee keer zo snel, hè? Auw. Hey, nog een doel. Dat gaat best mooi, getetched deze doelje. Die schaap trouwens ook. De teken. Leuk, omdat ik opneem, gaat mijn muis soms iets doen wat ik niet wil. En dan moet je... Dan moet je even op het normaal zetten. Je rende het te snel. Dus je render distance op normaal zetten. Weergave bereik normaal. Nou, ik wil goed ver kunnen kijken.
Ik ben ons huis kwijt. Oh, nou, ik niet. Als je mij kunt vinden, dan... zijn inderdaad heel erg mooi. Ja, hè? Ja. What the fuck? Huh? Ik hoop dat dit er bij video ook op komt. Want die koe viel gewoon door Lies heen. Toen ik hem sloeg. Vet vaag. Het is echt een fijne boom, hè, dit. Dat heeft heel veel hout. Ja, dit hout geeft heel veel... deze boom geeft heel veel hout. Ik heb trouwens nog de 2,5 hunger. Ga ik zo even van de boom springen. Nee, ik haal even de dirt onder je weg. Ik wil er ook nee. Kunnen staan. Nee, doen. Ik ga alles onder je weghalen. Nee. Bro. Hij zie juist niet doen, want ik wil nog beter kunnen. En de paddenstoelen. Auw. Goed, ik ga terug naar huis, want ik heb genoeg. Ja, ik heb hier paddenstoelen. Nice. Volgens mij is het een bruine. Ik weet het niet. Ja, het ziet er bruin uit, dus. Doe ik tekstje back, hè, dus. Ja, niet nieuw. Ik ben ons huis echt kwijt, eigenlijk. Best wel. Ik niet, denk ik. Nee joh. Het is gewoon een zwevend eiland, daarboven op een berg. Dat is toch niet moeilijk te zien. Oh ja, maar dat zie ik net niet. Mijn renderdistance staat op een klein, heel klein. Ja, die van mij staat op normaal. Fuck ja, maar jammer, zeker dat kan. Ja. Haha, ga huilen. Nee hoor. Deed het net. Nee, het hoeft niet. Au. Eten. Eten, kren. Nee. Nou zeg. Oké, nu gaat het bij mij komen. Maar ja, trouwens, we staan op easy, dus het leven gaat dan niet minder dan 5 leven en ik heb 4,5. En dan krijg je alleen maar damage tot 5 leven. En op normal krijg je damage tot half leven. En op hard ga je gewoon dood. Geef mij al het hout maar.
Oh. Ik liep van de rand af. Ja, ik zag het. Ik zag het gebeuren. Oh, ah! Wow, ik heb letterlijk een cave ontdekt. Ik viel er echt in. Ik probeerde er overheen te sprinten, maar... Nou, dan gaan we die cave de volgende keer... Oh, god. Ja. Bijna. Gaan we die cave de volgende keer ontdekken? Ja. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei. Doei.